Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Bianca en ik heb vandaag weer een boekhaul. Naast dat lezen een hobby van mij is boeken kopen ook een aparte hobby. Daar ben ik ook heel graag mee bezig. Nou moet ik zeggen, het is deze maand wel een beetje, nee ik kan wel zeggen extremer. Mensen die mij volgen op BookTok die weten dat ik elke keer pas op shop. Ik heb namelijk 2 weken terug een video online geplaatst met 11 nieuwe boeken. En ik heb weer 11 nieuwe boeken om aan mijn collectie toe te voegen. En ik dacht, weet je wat, ik zet de camera maar aan. Ik laat hem even jullie even erin zien. En als ik iets meer weet over de boeken, vertel ik dat ook gelijk. En voordat je zorgen maakt, er komen ook nog andere boekenvideo's online. En ik wil nog leesvlogs doen, reviews, recommendation video's en zo. Alleen ben ik daar nog niet aan toegekomen, omdat het privé even anders loopt dan zoals gewoonlijk. Dus daar wil ik morgen waarschijnlijk even voor gaan zitten en wat filmen. Maar ik moet mijn kamer gewoon opruimen. Er staan hier zoveel boeken in de weg. Ik denk, ik maak mijn bureau leeg. Ik ga eerst de shoplog doen voordat we andere video's gaan doen. Het is gewoon een zooitje. Het eerste boek van deze stapel is Bait van Jade West. Deze heb ik gekregen als boekferry. Ik heb zeg maar een Amazon wishlist. Die staat ook hier in de beschrijving zeg maar gelinkt. En daar kan iemand dan je mee verrassen. Die kan je een boek mee sturen zonder dat je adres nodig hebt of wat dan ook. En heel af en toe krijg ik dus wat binnen. En zo ook dit boek, Bait. Deze heb ik van Janneke gekregen. Er staat ook een briefje bij. Zeg maar ik weet niet of dat allemaal op YouTube te gewaardeerd wordt om te zeggen. Maar er stond bij, ik heb deze jaren teruggelezen. Ik heb toen de tijd alles verslonden van Jade West. Heel veel leesplezier van Janneke. Ik zou ook haar TikTok even link hieronder. Kun je er ook volgen. Even haar filmpjes bekijken. Jade West is een auteur die ik heel graag lees. Daar liggen hier op deze stapel ook meerdere boeken van tussen. En ook de e-boeken lees ik heel graag. En dit is een van de boeken die ik nog helemaal niet heb gelezen. Waar ik ook niet heel veel van weet. Volgens mij zit de Primal Play in de CNC. Ik ga niet in deze video uitleggen wat dat allemaal betekent. Google is your best friend in dit soort dingen. Ik weet helemaal niet waar dit over gaat. Maar deze gaat om een physical TBR binnenkort. En misschien komt het wel terug in mijn leesvlog. Dan ben ik ook lid van een maandelijkse boekenbox uit Australië. Romance Cartel. Ik weet niet, ik spreek het altijd verkeerd uit. En dat hoor ik dan pas terug op de video's. Dit is een hardcover van Insatiable Kitten. Dit is een White Shoes series van Sarah J.D. En ik vind deze editie heel mooi. Ik heb niet zoveel met hardcovers of spread edges en zo. Waarom ik ook lid ben geworden van die box. Dat was weer zo'n opwelling. Oh leuk voor BookTok. Oh leuk voor YouTube. Oh leuk voor Pinkit.nl. Maar voordat ik dit boek heb gekocht. De douanekosten in Nederland zit hij tussen de 60 en 75 euro. En ik heb ook besloten ik ga hem stopzetten. Want het wordt me te gek. En ik lees de boeken vaak niet eens. Ze komen als ze hier op de kasten staan. En dat is gewoon zonde. Waar ik een beetje anders naar ben gaan kijken is vooral, ik vind het boek heel mooi en ik ga ook de serie lezen, waarschijnlijk als e-book. Is, ik dacht dat de volgende delen ook in de box zouden komen. Dat ik dacht, oh, dan kan ik ze sparen, want het is pas deel 1 en dan heb je nog 2-3 boeken. Maar toen kreeg ik dus van de week een mailtje dat je die andere delen los kan kopen nu. En toen dacht ik, los kan kopen. Dus dan moet ik naast de gewone box maandelijks om de serie compleet te maken nog 3 keer 35, 36 euro betalen om verzendkosten en weet ik wat allemaal. Terwijl dat ik dan ook nog de maandelijkse box heb lopen. Denk ik, ja, dat wordt me te veel. Vind ik ook niet zo'n hele slimme zet van deze boekenbox. Of wel voor hun, maar niet voor mij. Dus dat heeft mijn besluit vastgemaakt dat ik denk, ik ga ermee stoppen. Jammer, maar helaas. Wie weet komt er wel een andere box. Maar ja, de editie is mooi. Hij gaat mooi op de kast staan. Meer zal er ook niet meer gebeuren. Dan heb ik De Dokter van Nikki Sloan. Dit is uit de Nashville Neighborhood series. Dit is boek 1. Het zijn allemaal interconnected standalones. En dit is Age Gap. Of volgens mij ex-boyfriend's father, zoiets. Ik heb hem ooit gelezen. Maar het is tijd om een reread te doen. Tijd om deze serie eindelijk te gaan sparen. Want het is ook heerlijk spicy. En ik heb deze op Vinted voor een paar euro kunnen scoren. En ik heb ook de andere delen inmiddels besteld op Vinted. En ik had er al één in de kast staan. Dus ik wil hem gewoon graag compleet hebben voor de collectie. Toen zat mijn geheugen vol, moest ik wat verwijderen. En dan weet ik niet of de standaard goed staat. We zien het wel. Maar vorig jaar heb ik op BookTok een review geplaatst over Jinxed van Tori Heath.
Dit is een Why Choose ook. Dat is gewoon mijn favoriete genre onderhand. Dus die zul je vaak voorbij zien komen. Mocht je meer willen weten over die benaming en zo, laat het dan ook even weten. Maar dit is een Why Choose met tijdreizen. En met een vloek die verbroken moet worden en zo. En ik vond hem wel leuk. Het was niet het meest geweldige boek. Maar nogmaals, hij stond op Vinted voor een paar euro. En ik dacht, voor mijn Why Choose collectie, ja, moet ik hem ook hebben. En ja, misschien ook wel tijd. Ik reread herleesboeken heel graag. Dus misschien moet ik dat bij deze ook maar weer eens gewoon doen. Zodat ik er wat meer over weet. Dan kwam ik deze special edition tegen van Syndicate of Sint van Marie Maravilla. Dit is ook een Why Choose. Met een beetje MM. Bij die andere weet ik dat niet helemaal. Maar Mafia, Forced Arranged Marriage, Enemies to Lovers. En ik vond deze heerlijk. En toen zag ik deze staan. Dit is een special edition uit de Hello Lovely box 2023. En hij is ook gesigneerd. En deze zag ik ook voor een paar euro staan. En ik dacht, hij zat ook nog helemaal in plastic. Ja, dat kan ik dan niet laten. Ik had een hele goede week op Vinted. Want ook dit boek kwam ik tegen. Meet Me Halfway van Lillian T. James. Ook voor meer dan de helft kunnen kopen dan dat hij op Amazon staat. Dit is een single mom. Enemies to Lovers achter Grumpy Sunshine. Lees lekker weg. Als je weet voor iets wat Mariana Zapata goed vindt. Daar lijkt deze een beetje op. Ik denk, hij is een beetje op geïnspireerd. Soms denk ik een beetje net iets te veel. Maar ik vond hem lekker weglezen als e-book. Ook al een tijd geleden. Maar ja. Een goede deal kan ik gewoon niet weerstaan. Dan had ik een pre-order staan van Crossroads van Daphne Perry. Die, ja, zij is gewoon onwijs goed. Daphne Perry. En zij schrijft heel veel romantic suspense. Small Town. En dit is haar nieuwste serie. De Haven River Ranch series. Volgens mij is dit een Second Chance, Small Town. En verder heb ik geen idee. Maar ik zag hem toen staan als pre-order voor 6 euro nog wat. Heb ik hem gekocht. Hij is binnen. Gaat er gelijk bovenaan op mijn TBR. Het tweede deel kun je ook al pre-orderen op Amazon. En ga ik van de week ook even doen. Want ik wil het wel compleet hebben. En ik kan niet wachten om hier aan te beginnen. Een van de mooiste boeken die ik dit jaar heb gelezen. Namelijk Older van Jennifer Hartman. Ik had hier een Digital Arc van ontvangen. En daar heb ik ook gereviewd en zo. En ik bleef maar aan het verhaal denken. Dus dacht, de paperback. Sowieso voor Jennifer Hartman spaar ik de paperbacks. Moet ik ook hebben. En deze is prachtig. Prachtig. En zoals de titel het al doet vermoeden, is dit een age gap romance. Slow burn. Best friend's father. Het speelt zich af, het verhaal, in de jaren 90. Dus dat is ook echt wel origineel. Ik vind, ja, dat zie je gewoon niet vaak. En je hebt een beetje de, er zit wat jaren doorheen, zeg maar. Je ziet, het is zo'n mooie slow burn. En er zit angst in. En er zit ook, je moet even de trigger warningen van alle boeken. Maar vooral ook van deze. Want er zitten wat zwaardere onderwerpen ook vooral in het begin in. Wat zij meemaakte, FMC. En dit was zo'n mooi verhaal. Ja, ik kan zeggen van, oh, die moest ik hebben. Maar ja, anders koop ik het niet. Dus dat is logisch. Van Carrion Cole heb ik ook een heel mooi vakje met boeken staan. Ben ik ook de paperbacks aan het verzamelen. Dit is Lucas. Dit is uit de Ashes and Embers serie, toch? Ashes and Embers serie. En dit is boek 3. Maar het zijn allemaal standalones, interconnected. En dit is het verhaal van Lucas en Ivy. Het is een reverse age gap. De FMC is dus ouder dan de MMC, dan Lucas. Hij is een, ja, tattoo artist. Er zit ook zo'n mooi verhaal hierin. Het enige irritante vond ik haar dochter. Wat ze had gedaan in dit verhaal. Maar goed, dat skippen we even. Er zit ook een heel emotioneel moment in. Van side characters, wat er gebeurt. Wat echt heel verdrietig was. Wat weer speelt in een ander boek in deze series. Maar ook in dit boek. Daar heb ik echt even bij zitten huilen. Ja, ik word emotioneel bij films en bij boeken. Maar ik vond deze zo mooi. En ja, moest ik ook hebben. Dan hebben we Farina Kent, God of Fury. Dit is boek 5. Volgens mij 5. Uit Legacies of God series. Dit is ook een standalone. Haar nieuwste is vorige week uitgekomen. Die wil ik ook nog. Ik heb van Ressa helemaal geen boeken nog uit deze serie. Maar deze koffers gaan weg. Heel snel al. Dus ik wens nog even een poging doen om te verzamelen. Dit is een MM-romance. Mail-mail dus.
En het schijnt zo'n mooi verhaal te zijn. Ik heb hem nog niet gelezen. Ik weet er verder ook niet. Ja, op TikTok zie je dan al spoilers. En die probeert er heel snel te skippen. Maar deze stond op Amazon voor 10 euro. Terwijl ze normaal tussen de 20 en 25 euro ongeveer zijn. Dus dag. Die gaat in mijn mandje. Laatst een boek dat ik 5 sterren heb gegeven. Namelijk Fragile Sanctuary van Catherine Coles. Dit is haar nieuwste serie. Sparrow Falls. Het eerste boek. Het zijn ook weer interconnected standalones. En als je Catherine Coles leest... zij schrijft heel veel small town romantic suspense. Net zoals Daphne Perry eigenlijk een beetje. En haar formule werkt, want elke serie lijkt een beetje op elkaar. Maar deze was zo onwijs goed. Zo goed. Echt zo van zitten genieten. En de slow burn en de chemistry tussen de twee karakters. En het verhaal op zich. Want het is heel emotioneel wat zij meemaakt. Nogmaals trigger warningen. En zo verdrietig. Maar hoe sterk deze karakters zijn. En de groei en de found family in dit boek. Ik vond het zo goed. Ja, weet je, ik geef niet zo snel een boek 5 sterren. Dus als het dan 5 sterren krijgt, dan verdient het naar mijn mening ook. Nou, ik heb wel weer even genoeg gekletst over boeken. Maar zoals jullie kunnen merken, ben ik heel gepassioneerd over boeken. Ik praat er graag over en wil dat dus ook terugbrengen op mijn YouTube kanaal. Ik moet eerlijk zeggen, er liggen alweer nieuwe pakketjes. Voor de volgende haul. Maar ja, het is gewoon te erg. Ik zeg elke keer, ik ga niet meer zoveel boeken kopen. Maar dan begint het toch een beetje te kriebelen en te jeuken. Ik denk, kan niet laten. Ik gebruik ook gewoon Kobo Plus en Kindle Unlimited. Dus ik lees ook heel veel e-boeken. Maar ook paperbacks. Ja, die moet ik gewoon hebben voor mijn collectie. Dus ik zal alle boeken ook even in de beschrijving zetten. Mocht je dat op je gemak willen terugkijken. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende video.